Hi, het is Tim. In deze video heb ik 3 tips voor je wat je kan doen op het moment dat een man het met je uitgemaakt heeft. Want dit is echt zo'n ding, deze vraag krijg ik zo vaak in zoveel verschillende varianten van oh mijn god, het is uit, wat moet ik nu doen? Ik ben ten einde raad, ik ben raadloos, etc. Ten eerste wil ik even gezegd hebben dat ik het rot voor je vind, dat ik snap dat je in een nare situatie zit en dat ik weet hoe liefdesverdriet voelt en dat ik weet dat je op dit moment heel ongelukkig bent en dat je steun en medeleven van mensen nodig hebt. Maar ik verwacht niet dat je dat van een willekeurig iemand op YouTube nodig hebt of zo. Of dat je zit te wachten op medeleven van mij. Ik ga ervan uit dat je verwacht dat ik je tips geef die je verder gaan helpen en dat je voor steun en medeleven bij je vriendinnen bent. Dus ik ga hier nu even heel streng tegen je zijn. En de reden dat ik streng tegen je ben is omdat op dit moment als een man je verlaten heeft en hij heeft uitgemaakt en je hebt liefdesverdriet, dan ben je niet helemaal 100 punten. Dan ben je op dit moment, als je echt liefdesverdriet hebt, ben je niet echt goed bij je gezonde verstand. Het is iemand, je zou eigenlijk niet eens toerekeningsvatbaar mogen zijn op dit moment. En de reden dat ik dat zeg, zeg ik met de beste bedoelingen. Omdat ik wil dat je snapt dat alle gevoelens die je nu hebt, ideeën over het gaat nooit meer goed komen met mij. En ik vind nooit meer iemand zoals hem. En hij was mijn soulmate en ik wil niet verder leven zonder hem. Maar al die gedachten die nu door je hoofd gaan, ik wil dat je snapt dat die gedachten een trucje zijn van je hoofd. En dit is heel gek, we weten dit ook echt al vanaf Plato tot Hippocrates, eigenlijk tot en met pakweg 100 jaar geleden werd liefdesverdriet ook gewoon gezien als een mentale stoornis waarin je even tijdelijk niet toerekeningsvatbaar bent. En het is goed dat je, kijk, die gevoelens heb je, die gedachten heb je, dat verdriet heb je. Maar het is goed dat je altijd voor jezelf er even uit kan gaan staan en denken, oh ja, wacht, liefdesverdriet, niet helemaal 100 punten, rustig maar, komt allemaal wel goed. Dat je zelf jezelf af en toe een soort van pep talkje kan geven. Nou, wat zijn de dingen die je op dit moment kan doen? 1 is, ga niet in een ik moet hem terugkrijgen modus. Als er iets is wat je garandeert dat het niet meer goed komt tussen jullie, is de ik moet hem terugkrijgen modus. De 10 keer per dag hem huilend opbellen, voor zijn deur staan, boos worden, na een fles wijn hem boze berichtjes sturen. Op allerlei, zeg maar, een kat in het nauw maakt rare sprongen. En als je in de ik moet hem terugkrijgen modus maakt, dan ga je zo gek gedragen naar hem, daar wordt het niet beter van. Het is beter om gewoon te gaan leven alsof het volstrekt over is. Dat betekent niet dat het volstrekt over is. Er is best wel veel hoop dat het goed komt tussen jullie. Sterker nog, eigenlijk alle relaties hebben door hun levensduur heen een aantal break-ups. Dat is heel normaal. Dus de kans is zelfs groter dat jullie weer bij elkaar komen als een willekeurig stel uit elkaar gaat. Maar stel 100 stellen gaan uit elkaar. Nou, dan zal je zien dat er 70, 80 daarvan uiteindelijk weer bij elkaar komen. Dus de kans is best groot dat het goed komt. Maar als je de garantie wil dat het niet goed komt, moet je paniekerig proberen om hem terug te krijgen. Dus dat is ontzettend zonde. Wil je absoluut niet doen. Tweede tip, en dit is een hele belangrijke tip en het is een beetje een gekke tip, maar er is niks wat ik gezien heb wat zo goed werkt tegen de pijn die je nu voelt en tegen het verdriet wat je nu voelt. En dat is, ga sporten. En ja, iedereen weet, of althans ik ga ervan uit dat iedereen weet, maar dat sporten geeft je een endorfineschok. Sporten werkt beter depressieremmend dan welk antidepressiemiddel er ook is. Er is een ontzettend duidelijke negatieve correlatie tussen depressieve mensen en mensen die regelmatig sporten. Het valt nogal op, zeg maar, dat sporten je over het algemeen gelukkiger maakt. En het tweede ding is, het is nu op dit moment uit. En dat betekent dat je boosheid hebt, je voelt machteloosheid, je hebt verdriet. Je hebt allerlei energie in je lijf zitten. Heel veel energie. En zeker die boosheid, want liefdesverdriet gaat vaak in cyclussen van te neergeslagen, verdrietig zijn, tot ontzettend boos zijn, tot simpelweg passief en lusteloos zijn en dan weer te neergeslagen, dan weer boos. Dat gaat er van die cyclus in. En als je die energie hebt en energie zit in je lijf, dan kun je daar 2 dingen mee doen. Je kan die energie gebruiken om jezelf aan te vallen en jezelf kleiner en zwakker te maken. Door nog meer verdriet te hebben, door nog meer energie te steken in je verdriet, door nog meer energie te steken in die boosheid, waardoor je steeds kleiner en zwakker wordt. Maar je kan ook een uitlaatklep zoeken voor die energie. En sporten is verreweg de beste uitlaatklep die je kan vinden. Ik snap dat de eerste 10 minuten is sporten gewoon rot. De meeste mensen vinden de eerste 10 minuten van sporten rot. Want je moet je huis uit en je moet
van de bank opstaan. Je hebt er helemaal geen zin in. En zeker als je je niet goed voelt, niet lekker in je vel zit, dan heb je er helemaal geen zin in. Maar als je eenmaal bezig bent, dan kan je zien dat je die boosheid en die frustratie om kan zetten in iets wat daadwerkelijk productief werkt. Waar je daadwerkelijk beter van wordt. Tegelijkertijd word je er gezonder van. Je gaat lekkerder in je vel zitten. En op de momenten dat je dan verdrietig bent, heb je ook meer energie om daar op een goede manier mee om te kunnen gaan. In plaats van dat je jezelf steeds verder aanvalt en met steeds meer kracht en energie in dat verdriet steekt. Omdat je energie waarschijnlijk al op een of andere manier eruit gelopen of gerend of gebokst. Of vooral boksen kan goed helpen hoor, tegen dingen aanslaan. Het is over het algemeen heel goed om tegen dingen aan te slaan op het moment dat je boos bent. Vind iets wat bij je past, vind iets wat je leuk vindt. Maar zorg dat je een uitlaatklep hebt voor die energie. En het derde ding dat je kan doen is ga leuke dingen doen. Dat je verdrietig bent, dat je op dit moment niet in een goede plaats in je leven bent, dat je niet lekker in je vel zit, betekent niet dat je geen leuke dingen meer kan doen. Dat betekent niet dat je niet alsnog dingen kan doen waar je plezier aan beleeft. Zorg wel dat je huis uitgaat. Ik bedoel, iedereen, zeker als je liefdesverdriet hebt en je gaat in je eentje in een kamer op de bank zitten, dan ga je gedachten met je op de loop. Dan wordt het alleen maar erger en ga je daar steeds meer in zwelgen en versterkt dat alleen maar. Maar puur alleen omdat je verdrietig bent, en dit is wel gek, voor sommige mensen is het bijna alsof ze denken van ja, maar zodra ik ophoud met verdriet zijn, het laatste stukje wat ik heb van die relatie is mijn verdriet. En het is alsof als ik niet meer verdrietig ben, dan is het alsof ik het heb opgegeven, alsof ik hem verraad. En ze houden heel krampachtig vast aan het laatste staartje van de relatie wat hun verdriet is. Maar dat is totaal geen gezonde manier van denken en het helpt ook helemaal niet. En het is ook helemaal geen verraad naar hem en het is niet alsof je jullie relatie niet hebt opgegeven omdat je leuke dingen gaat doen. Nee, het is juist goed voor je. En juist als je wilt dat het weer goed komt, dan is het juist belangrijk dat je voor jezelf je goede, je leuke, je mooie, je spontane, je blije zelf kan zijn. En daardoor is het juist belangrijk dat je leuke dingen blijft doen. Dus ga dingen doen met vriendinnen. Je hebt wat meer vrije tijd omdat je geen partner hebt. Je houdt altijd meer tijd over. Ga kijken wat voor leuke activiteiten je kan vinden in de buurt. Al is het maar iets kleins en onbenulligs. Het is goed om wat afleiding te zoeken. Dus ondanks dat je verdrietig bent, betekent niet per se dat je dan ook de rest van je leven rot hoeft te maken. Nee, zorg dat de rest van je leven dan in ieder geval zo leuk mogelijk is. Zodat je in ieder geval iets hebt om dat verdriet een beetje mee te balanceren. Nou, dit zijn de drie belangrijkste dingen die je kan doen nadat hij het heeft uitgemaakt. Sorry als ik het doe een klein beetje streng klink of zo. Ik bedoel het niet zo, maar nogmaals, ik ga ervan uit dat je vriendinnen en zo dat empathie ding wel doen. Daar ben ik ook niet zo heel goed in, als ik heel eerlijk ben. En dat je dan bij mij komt voor de praktische adviezen voor hoe je verder kan gaan met je leven op een goede en gezonde manier. Nou, wil je meer weten voor wat je nu kan doen? Ik heb een artikel voor je geschreven met 10 tips. Ik begrijp het, het is een rotsituatie. En het is alleen niet zo'n ontzettende rotsituatie als je er op een goede en gezonde manier mee omgaat. Nou, wil je weten wat die andere 10 tips zijn? Klik dan even op de link hier in de omschrijving onder de video. Dan leg ik je precies uit wat de dingen zijn die je kan doen om de pijn in ieder geval iets te verzachten. Dus klik op de link hieronder. Ik wens je in ieder geval veel sterkte en ook wel plezier de komende tijd. En dan zie ik je de volgende keer. Doei!